In vroeger tijden bestond er op onze aarde een zeker evenwicht tussen dieren en mensen. Geen van beide soorten vormde een bedreiging voor elkaars bestaan. Helaas is die omstandigheid veranderd. Tegenwoordig is er geen plekje meer op aarde waar honderden diersoorten niet worden bedreigd met uitroeiing door de meedogenloze minachting van de zich immer uitbreidende mensheid. Vervuiling en misbruik van de natuur en de daarin levende dieren heeft beangstigende hoogte bereikt. Hiertegen strijden onze helden. Tommy, Aura en Seabird. Seabird, gedraag je! Dit toegewijd drietal, Tommy, Aura en Seabird, wil de natuur die er op aarde nog bestaat beschermen, zodat die altijd zal blijven bestaan. Zit in moeilijkheden. 6 meter onder het ijs zit hij gevangen in de geheime grot van Grijpwijk. Aura heeft geen idee van Tommy's avontuur. Zijn enige hoop is Seabird. Maar hoe moet Seabird hem vinden? Tommy? Tommy? Ben je daar? Tommy? Zo, hopelijk doet hij het nog. Mooi. Dit ultrasone geluid ruikt heel ver in het water. Kom terug, jij! Zo, dit zou iemand toch moeten horen. Wow. Misschien moet er meer lucht in. Wat was dat? Nou ja. Hier moet hij zijn. We hebben hem, want we zijn bijna bij de zee. Ja. Maar ik zie niemand. Zou er dan toch nog een andere uitgang zijn? Dolle wij niet weten dat er nog een uitgang is. Nee, en zonder een boot kan hij nooit weggekomen zijn. Hij zal toch niet zijn gaan zwemmen? Nee, veel te koud.
We moeten hem raaglijks gepasseerd zijn. Hij verstopt zich, tenzij die de andere kant is opgegaan. We moeten weer terug. Vooruit, daar kunnen we al lang op slaan. Er zit niks anders op. Kom mee. Hallo, praatpaal nummer 1 hier. Zeg, het is heen. We waren net bij zee. Zeg, grijp weg dat die jongen weg is. Dat is onmogelijk. Hoe kan het nou? We staan niet dat de jongen uit de grot is ontsnapt. Ga hem zoeken. Kom mee. Attentie allemaal. Dit is een bevel. Ik wil dat iedereen naar beneden komt en de jongen gaat zoeken. Begin mee. Siebert! Siebert? Shh! Als die hier is, dan kan dat toch niet ver zijn. We moeten hem volgen. Hey, Siebert! Siebert, wat goed dat je me gevonden hebt. Nou hebben we hem! Je kan hier staan, sukkel. Ga naar de kant en pak dat beest. Ik denk dat toch wel. Siebert, hierheen. Ik kom eraan, jongens. Kat in het bakkie. Vlugger, Siebert. We moeten ze voorblijven. Siebert, wat doe je nou? Wat bedoel je? Op die schot? Wat wil je nou toch? We drijven met de stroom mee. En dan gaan we ze juist tegemoet. Stop! Ben je nou gek? Dat is ijs. Hey. Schiet op, sneller. Hij kan dan niet ver weg zijn. Daar zijn ze. Waar is dat joch? Jullie moeten hem gezien hebben. Hij kan er mogelijk weg zijn. Wij volgden een zeehond. Een zeehond? Hebben jullie dan werkelijk niks anders te doen hier? Ja, maar het is Siebert, dat beest met die halsband. Halsband? Siebert? Halsband of niet, we moeten dat joch hebben. Dankjewel, Siebert. Dat werkt fantastisch. Ik was er nooit opgekomen. Het is mijn... Tjoe! Gezondheid! Hé! Tjoe! Gezondheid! Daar! Pak hem! Laat hem niet ontsnappen! Dat zal hem dit keer niet lukken! Niet. Dat overkomt hem bijna alleen maar. Zeer toch niet. We moeten die jongen vangen. Wel op om langs de andere kant. Is er dan helemaal niks wat jullie kennen? Ik kan tamelijk goed toepen. Kleed je aan en zoek verder! Hoera! We zijn uit de grot. Bravo, Siebert. Jij hebt me eruit gehaald. En nu gauw naar huis voordat Grijpbek ons te pakken krijgt. We gebruiken deze schots gewoon als boot. Jullie kunnen hier niet zomaar vandaan. Jullie zijn gevangenen! Grijpbek! Zeg tegen dat stomme zeehondje van je dat hij moet ophalen met duwen.
Tommy, zeg tegen dat verrekte beest dat hij stopt. Wat? Stomme zeehondje weer. Daar gaat hij. Grijp hem. Zorg dat hij niet wegkomt. Pas op de boot. Kijk uit. Voorzichtig. Kijk nog uit, joh. Straks pak je de boot lek. Voor te grazen, Tommy. Al is het laatste wat ik doe. Aura zal me verbaasd zijn als ik haar alles vertel. Tommy, Siebert, waar zaten jullie? Dat raad je nooit. Siebert, ik heb een verrassing voor je. Kijk. Dit is een ultrasonisch fluitje. Daarmee kan Tommy je altijd roepen waar hij ook is. Hij hoeft er alleen maar even op te blazen. Oh? Deze keer heeft Grijpwijk goed begrepen dat Seabird een tegenstander van belang kan zijn. Zal hij zijn jacht op het Zeehondenbond nou eindelijk staken? Zorg dat je de volgende keer weer kijkt naar Seabird.